Dames en heren, van harte welkom hier bij de Expo in Assen. We gaan praten over water en autonomous varen en wat we daarvoor nodig hebben. De basis, bijvoorbeeld 5G. En ik zit hier aan tafel met Koenraad de Haas van Marine Minds. Hij houdt zich bezig met autonomous software voor schepen. Ik zit hier met Henk Zwetsloot van Groningen Seaport. En Peter Raker van 5G Groningen. Eerst even kennis maken van Koenraad. Wat doet jouw bedrijf? Je maakt autonomous software voor schepen. Maar waar houdt dat op? Waar begint het? Wat doe je precies? Ja, we maken software en elektronica voor schepen. En daarmee willen we scheepsbouwers en rederijen helpen te digitaliseren. Dus efficiënter, goedkoper, sneller hun werk laten doen. Ja, en wat doe je precies in de stack? Één is dan allemaal sensoren meten en informatie doorgeven en analyseren. Maar doe je ook zelf, maak je ook zelf software om dat scheep te gaan bedienen? Of integreer je dat? Of wat doet jouw bedrijf precies niet? Ja, als product hebben we een besturingssysteem voor schepen. Ja. Waarmee we monitoren en het schip kunnen controleren. Okay. En dat is een eerste stap richting dat autonome varen. Oké, en dit schip hierachter is van jou? Dat is een autonomous rijdend schip of vliegend, varend schip? Varend, en wat is de functie van dat schip? Wat doet dat ding? We sturen hem aan vanaf de wal. En daarmee kunnen we dus het schip vanaf afstand op afstand besturen. En, ja, maar daarmee... hij meet toch dieptes, hè? Hij wordt ingezet voor dieptemeting. Ja. Oké, okay. Dus hoeveel mensen werken er? We werken hier constant met een 10 personen aan. Oké, 10 personen. Een mooie start-up. Ja. Hoe lang al? 3 jaar inmiddels. 3 jaar, oké. Okay. Hartstikke mooi. Dan een bedrijf wat al langer in bedrijf is zeg maar de Groningen Seaport... En dat zijn er 2 trouwens, geloof ik, hè, Henk? Van, Eemshaven en Delfzijl. Ja, vertel eens iets over de Groningse haven, want dat kennen we niet allemaal. Ja, ik moet je zeggen, ik werk er nog maar 4 jaar en ik was mij ook wat onbekend, maar het is een enorm booming business. Het is eigenlijk een kleine haven, maar als industriegebied is het vreselijk belangrijk. Dus we hebben heel veel energieopwekking, dus energietransitie. Er komen kabels binnen en zo. Ja, energietransitie is voor ons verrekte belangrijk. En we hebben heel veel chemie. Ook heel erg belangrijk, ook uit het oogpunt van energietransitie. Ja. En verder is het een haven waar we heel graag autonome proeven doen. Om het noorden in de vaart de volkeren op te stoten. En ook om duidelijk te maken dat die dingen gewoon kunnen. En ook om de gemeenschap een beetje mee te nemen. Ja, terwijl je toch eigenlijk in een hele conservatieve markt zit. Want havens en innovatie, dat heb ik nooit zo in één zin met elkaar genoemd zien worden. Nou ja, dat was vroeger echt wel zo. Eerlijk gezegd, hè? Oh ja? Groningen is een havenstad ontstaan doordat daar innovatie en handel optrad. Ja. En ik zeg wel eens tegen Groningen, je moet niet vergeten, de stad Groningen, je moet niet vergeten dat je een haven hebt, want daar gebeurt innovatie. Okay. Maar de sector aan zich is niet zo heel innovatief. Maar er zijn wel, dat kun je hier ook zien, heel innovatieve partijen bezig. Ja. Die sector in beweging brengen. Nee, maar je vindt juist, Groningen wil juist nieuwe dingen doen. Ja. En dat vind ik dus ook interessant. Rotterdam zegt ook wel, hey, we worden een smart haven, we moeten intelligent samenwerken. Maar iedereen heeft daar zoveel partijen, hoe die met elkaar samen moeten werken. Maar in Groningen kan dat dus wel. Het kan sneller volgens mij, doordat we elkaar veel beter vinden. Kijk maar naar vandaag. Nou, we hebben een innovatief idee, we hebben een goede haven die wil iets. En dan hebben we gewoon nog een heleboel data nodig. Peter, het 5G testbed. Hoe staat het ervoor? Nou, op zich goed, Vincent. Wij hebben in Groningen nu een 5G-lab waar we allerlei partijen uit de telecomsector, uit de onderzoek- en researchwereld bij elkaar hebben gebracht om faciliteiten voor 5G daar neer te zetten. We hebben daar een 5G-antenne, een 5G-core-netwerk. Ja. Nog geen 5G-frequentie, maar dat is onderweg. Ja. Even, dames en heren, ik moet nog even weten, 5G, we hebben daar frequenties nodig. Wij hebben nog geen veiling in Nederland gehad. De heleboel landen hebben het allemaal gehad, wij niet, want... Want in Burum zit een afluisterpost, interceptie van het ministerie van Defensie. Ja. Waardoor dus eigenlijk die belangrijkste 5G-frequentie, de 3,5 gigahertz, in Noord-Nederland nog op slot zit. Afluisterpost voor de NATO, hè? Voor de hele NATO. Wij moeten in Nederland kunnen niet naar 5G, omdat wij voor heel Europa een of andere frequentie afluisteren. Klopt, ja. Naar wat? Naar de Russen of zo? Nou, of wie zitten daar? Daar wordt geluisterd naar ver weggelegen landen zoals Afghanistan, Midden-Oosten, Afrika. Satellietverkeer wat daar plaatsvindt en wat qua signalen heel zwak op te vangen is in Burum. Ja. En wat is de oplossing? Want daar zitten wij op te wachten. De hele vaart der volkeren houdt op bij afluisteren voor de hele wereld. Ja.
De oplossing is dat in 2022 Buren deze activiteiten zal beëindigen in Nederland. En naar verwachting, maar dat is nog niet bepaald, op een plek in de Alpen of de Pyreneeën op hoogte die activiteiten weer gaat oppakken. Okay. En dan betekent dat we de veiling krijgen 2020, 21 of 22? Waarschijnlijk ergens in 2021, misschien 22, dat gaat, daar gaan wij niet over, maar Agentschap Telecom. En EZK. Ah, okay, maar prima. Het goede nieuws is... Het testlab werkt al. Het testlab werkt en we hebben nu sinds augustus, eind augustus, een experimenteervergunning voor die frequentie in Noord-Nederland, indoor, in een hele grote opslaghal in Hoge Zand. Waar Koenraad met zijn scheepje ook naar binnen kan en waar we dus ook de simulaties kunnen doen. Een hal, ja. Het is geen water. maar op zich, de simulatie van het experiment kunnen wij prima doen. Op een plek waar nu wel... En dan kun je eindelijk gewoon... wat heb jij nodig voor jouw werk? Hoeveel megabit en hoeveel snelheid up en down? Nou, ik heb hier een trailer nodig en een auto. En dan rijden we hem naar binnen. Ja. Dat is het eerste. Maar om je werk te doen, hoeveel snelheid heb je nodig? Nee, wij zeggen niet hoeveel snelheid we nodig hebben. Maak het even makkelijk. Nee, heb je 100 megabit nodig, 300, 500 of een gigabit up? Ik heb een gigabit wel nodig. Een gigabit heb je nodig, oké. Okay. Ja. En ook enige snelheid? Nou, weet je, wij willen het liefst aan boord alles verwerken. En dan hoeven we zo weinig mogelijk te versturen. Oh ja. Maar zover is het nog niet. Nee, oké. Okay. En een gigabit, dat kun je wel in die hal wel leveren? In die hal zullen we dat gaan leveren, ja. Oké. Okay. En wat gaat het dan doen, het project? Wat is dan het idee? We gaan de data die we aan boord verzamelen, die gaan we in eerste instantie oversturen naar de wal. En dan in de wal verwerken eigenlijk, ja. En dat is echt een gigabit. Dat is één schip, een gigabit. Dat is echt heel normaal. Hè? Een auto kan ook makkelijk een gigabit opsturen. En dan raakt nu nog alle netwerken, die raken helemaal over de rooien. Dus dat 5G hebben we echt wel nodig gewoon voor dit soort Internet of Things toepassingen. Absoluut, absoluut. En 5G biedt ook die mogelijkheid zowel betrouwbaarder dan 4G. Maar ook met die hoge bandbreedtes die nodig zijn om al die data te transporteren. Klopt, ja. Oké, okay. En je zegt ook nog, het is een tijdelijk ding, want eigenlijk willen we gewoon, als we het eenmaal begrijpen wat we nodig hebben, verwerken we alles zeg maar op de boot en dan sturen het wel op. Het is vooral voor een laboratoriumomgeving dat je het nodig hebt. Hey? Nou, kijk, voor een havenmeester, we hebben nu één schip, maar normaal gesproken liggen er 40, 50 in de Eemshaven. Ja. Dus heb je nog meer bandbreedte nodig. De havenmeesters zijn er nog niet uit dat je in de haven helemaal alles zelf op het schip mag doen. Die willen misschien wel controle houden. Oh ja. Maar dat zijn allemaal dingen die we moeten uitzoeken door de experimenten. Ja, is dat voor die havenmeesters een bijzondere gedachte dat ze niet aan boord zijn met een loods en daarmee communiceren en dat ze er gewoon met een klein joystickje gewoon thuis dat kunnen doen? Daar zullen ze absoluut aan moeten wennen, ja. Ja. Maar hoe denken ze daarover? Zijn ze daar allemaal helemaal van, of zijn er gewoon drie jongeren die dat leuk vinden en de rest denkt gaat nooit gebeuren? Ja, dat, zo is het denk ik wel ongeveer. Maar onze havenmeester, die ziet het allemaal wel. Pieter van der Wal, wil ik wel even speciaal noemen. Ja? Die stimuleert dit enorm. Al is het alleen maar om mensen op gedachten te brengen. En natuurlijk weet niemand precies hoe het eruit ziet over 10 jaar. Ja. Maar we hebben dus, wat ik al zei, hier een soort port control center, nieuwe stijl met een VR-bril. Dan kun je thuis vanuit je bank kun je alles doen. Ja. En daar gruwen ze van, hoor, als ik dat zeg. Daar gruwen ze van? Oh, dat lijkt mij geweldig. Echt gewoon van... in 2024, over 5 jaar, is dat gewoon... Is die Groningse haven compleet super fantastisch connected, right? Laten we daarvan uitgaan. Daar sturen we wel op. Daar heb ik niet alleen voor te zeggen. Dat gaat natuurlijk ook over de frequentieveiling, de uitrolverplichting. Nee. Maar daar gaan we nee, over. Maar over 5 jaar hebben we dat. Waar ben jij dan over 5 jaar? Met jou? Hebben we ons schip in de haven liggen. Nee, dan hebben we 40 schepen in de haven. Dan is eigenlijk gewoon, heb je een platform gemaakt om elk schip gewoon binnen 3 maanden om te kunnen bouwen. Zoiets, exact. Dat bedoel ik. Ja. Oké. En dan... Wat we doen is autonoom meten. Ja. Dus alles wat er gemeten wordt, dat kunnen we dan autonoom. Ja, en daarna gaan we naar autonoom sturen. Wanneer kan zijn havenmeester met een virtuele reality bril thuis gewoon dat doen? Hoe lang duurt dat nog voor jouw techniek? Ja, zijn connectiviteit? 5 tot 10 jaar. 5 tot 10 jaar. Dus over 5 jaar, dan hebben we de eerste experimenten daarmee. Oké. En over 10 jaar, waar sta jij dan, Henk? Nou, dan hebben we inderdaad een haven waar je gewoon met autonome boten binnen kunt komen. Los van het feit of de havenmeester daar controle over heeft of niet. En dan zal zo'n haven er totaal anders uit gaan zien. Hè? Ook als je nadenkt over wat betekent dat voor de mensen in de haven. Ja. Nou, voor de mensen in de haven betekent dat ze gewoon wat minder zelf aan die hartjes komen zitten. Want jij... We hebben een containerschip van 400 meter. Die rijdt 99,99 kilometer, vaart dat ding autonomous. Ja. En dan komt hij bij een haven en dan komt er zo'n
komt er zo'n loods die gaat met zo'n heel klein, zo'n klein joystickje, gaat die proberen om zo'n groot schip te bedienen. Dat kan toch niet meer? Dat kan toch überhaupt niet? Kan zo'n man dat echt nog? Nou, we hebben daar uitgebreid met de loodswezen over gesproken. Ja? En ook met de havenmeester. We hebben een serious game gedaan. Ja? En daaruit bleek, wat mij betreft, dat ze absoluut wel nadenken over die toekomst. Maar ja, zoals elke verandering, dat moet even landen. Daar moet je even over nadenken. Ja, maar met zo'n groot schip lijkt me levensgevaarlijk dat een mens dat nog bestuurt. Ja. Ik vind het al levensgevaarlijk dat mensen gewoon auto's besturen. Want ik vind mensen de meest belachelijke fouten maken. Maar met zo'n complex schip waar er zoveel stappen vooruit moet denken. Ik denk dat Pieter van der Wal ook wel ziet, onze havenmeester, dat het veel veiliger kan worden in die end als je het zo gaat doen. Met kunstmatige intelligentie om al die scheepsbewegingen goed te routeren. Okay. Ik denk dat het die kant op gaat. Oké. Okay. Goed, dames en heren, we hebben gezien, we zijn aan het begin van de stap. Groningen is lekker bezig, de jonge ondernemers zijn bezig, we hebben de 5G. Het begin is langzaam, maar zeker over 5 jaar zijn we behoorlijk bezig met goede experimenten. En over 10 jaar, dan hebben we gewoon een veilige situatie, dan hebben we gewoon, we cross the chasm. Dankjewel dat jullie allemaal hier kwamen om dat even toe te leggen. Geef ze even een groot applaus. Koenraad, Henk en Peter.